NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis heeft gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée aandacht gevraagd voor het versterken van de instituten die moeten toezien op naleving van de arbeidswetgeving. In het Hoogste College van State heeft gisteren de voortzetting plaatsgehad van de behandeling van de ontwerpwet betreffende het voorkomen en tegengaan van geweld en seksuele intimidatie in zaken arbeid en de behandeling van de ontwerpwet betreffende het bevorderen van de gelijke behandeling in zaken arbeid. Ik ben bang dat als we deze wet aannemen, dat er geen instituut of geen orgaan zou zijn die de controle op de naleving, zeker de handhaving van de bepalingen van deze wetten binnen de publieke sector zal kunnen vasthouden. Ik heb het al eerder gevraagd. Ik zie de minister van Binnenlandse Zaken hier niet. Want als we praten over de ambtenareninspectie valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toch? De ambtenareninspectie wordt hier genoemd. En hier in deze wetten genoemd. Maar geloof me, die ambtenareninspectie is op dit moment. Er zijn mensen toen de tijd in dienst genomen. Maar die mensen zijn niet meer werkzaam bij de ambtenareninspectie. De ambtenareninspectie is naar mij weten onbemensd. En de ambtenareninspectie is naar mijn weten ook niet operationeel. Kensenhuis stelt dat in het geval van een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, welke wordt gemolesteerd op de werkvloer, de arbeidsinspectie zou moeten handelen. Dit gebeurt volgens hem niet. Ook de collega-parlementariërs Melvin Bova, Rabinder Permisser en Ebu Jones hebben bijzondere aandacht gevraagd voor de zaak. Ze stelden de kwestie nog niet breedvoerig te willen bespreken. Maar voorzitter, het kan onmogelijk, voorzitter, zijn dat we hier bezig zijn een wet met betrekking tot seksueel misbruik of natuurlijk seksueel getinte opmerkingen op de werkvloer behandelen. En dan is er op 24 januari dit jaar aangifte gedaan tegen de leiding van LVV Nikeri voor hetzelfde geval, seksueel misbruik of seksueel intimidatie op de werkvloer. Wel, als er één sector is waar mensen ongelijk behandeld worden, dan is het de overheid. Dan is het de overheid. De overheid behandelt mensen ongelijk op de werkplek. En daarom vraag ik me af, hoe gaan wij, wanneer we deze wet hebben aangenomen, hoe gaat die naleving binnen de overheidssector in feite uitgevoerd worden als we dat orgaan niet hebben of we die instituten niet hebben. Want die hele ambtenareninspectie, daar geloof ik op dit moment niks aan. Kensenhuis zegt dat hij liever had dat de personeelswet zou worden aangepast. Daarbij zouden de bepalingen van wetten die in behandeling zijn genomen in de personeelswet worden opgevangen. Het DNA-lid zegt dat hij uitkijkt naar de naleving en handhaving van de wetten welke zullen worden aangepast gezien er anders is bepaald. VHP-parlementariër Mahinder Yogi zegt dat hij in de kwestie van de leiding van LVV een ander verhaal heeft gehoord en zijn collega's niet zomaar beschuldigingen moeten uiten.